Goedemorgen jongens en meisjes. Fijn dat jullie weer kijken. Voor deze week staat het huiswerk weer klaar. En er zijn een paar leuke dingen. Als eerste. Omdat het Pasen is, heeft iedereen bij het huiswerk een paasboekje. Pasen, feest van nieuw leven. Daar kan je in lezen. Dan kan je lezen wat Witte Donderdag betekent. Of wat Goede Vrijdag nu betekent. Pasen. Zit bij iedereen bij het huiswerk in. En speciaal voor jullie papa's en mama's hebben we ook een verrassing. De verrassing voor jullie papa's en mama's ligt hier klaar. Als jullie straks het huiswerk komen ophalen, mag ieder gezin één zakje meenemen. Nou, en wat ook nog leuk is, hier in het mandje, er staat een rieten mandje, daar zitten allemaal kaartjes in. Je mag ook een kaartje meenemen om te versturen naar opa, oma, naar de buren. Dus die mag ook mee. Ik stop hem erin. Nou, namens de juffen en de meesters wens ik jullie allemaal hele fijne paasdagen. Volgende week vrijdag en zaterdag staat er weer nieuw huiswerk klaar. En dan zit er ook iets leuks bij in voor de koningsspelen. En, sst, een verrassing alvast voor moederdag. Dag allemaal, fijne paasdagen!